Hoi lieve boss Babes, vanavond natuurlijk weer een nieuwe salon tip. En niet alleen maar een tip, maar ook een to-do. Want de mooiste tijd van het jaar komt eraan. Nee, het is niet kerst, maar het is wel moederdag. En voor alle moeders is dit natuurlijk wel een hele speciaal moment. Zeker als je schoolgaande kinderen hebt, dan krijgt de moeder natuurlijk altijd van die hele mooie knutseltjes uh, aangeleverd op de zondagochtend. Met hopelijk ook een lekker ontbijtje. Maar naast zo'n mooi knutseltje krijg je natuurlijk ook vaak iets extra's. En laat dat extra's nou bij jou in de salon te halen zijn. Vaak in de middel van een heerlijke handlotion. En dat moederdagcadeau wat jij aanbiedt, dat verkoopt niet zichzelf. Daar moet je wat voor doen. En wat je daar nou voor moet doen is eh, sowieso natuurlijk eerst het cadeau uitbedenken. Het mooi etaleren. Nou, je klant komt zo gemiddeld één keer in de drie, vier weken. Dus het mag zeker al ruim van tevoren klaar zijn... Natuurlijk, content plaatsen op social media en dat continu herhalen. Wat ook helpt, is dat je al een aantal cadeautjes ingepakt hebt klaarstaan. Je zult zien dat de verkoop hiermee ook bespoedigt. En vertel ook tijdens je verkoopproducten, tijdens de behandeling. Vertel erover wat het uh, fijne ervan is. Uh, natuurlijk de prijs, ben daar helder over. Over het algemeen hebben we natuurlijk vaak wel die moeder zelf in de salon. En niet de vaders die het voor de moeders kopen. Maar ja, hé, hey, heel vaak koopt de moeder ook het moederdagcadeautje zelf. Dus dat moet echt geen probleem zijn. Het is de kracht van de herhaling, maar ook de inzet die jij zelf daaraan geeft. Dus als je iets wilt verkopen, ben er dan ook echt heel erg bewust mee bezig. Nou, ik wens jou heel veel plezier met de voorbereidingen voor deze moederdag en natuurlijk met de verkoop. En nou, maak die opdracht klaar, hè, want dat is natuurlijk de to-do van deze week. En naar de hand, tel dan eens hoeveel lotions jij verkocht hebt. Gewoon eens bijhouden. Wat heb je nou precies omgezet en hoeveel lotions zijn er over de toonbank heen gegaan? Blijf ondernemend bezig. Ik wens jou heel veel succes.